landen en zo. Volgens mij is niemand in de westerse wereld extreem blij met de plek waar dit toernooi plaatsvindt. Zouden die Europese landen in samenwerking bijvoorbeeld met de Verenigde Staten en andere landen uit de westerse vrije wereld niet veel eerder bij het aanwijzen van een plek of het dreigen aanwijzen van een plek waar zo'n toernooi plaatsvindt op een plek waar wij het niet zo prettig vinden, niet moeten aangeven: als jullie dat doen, komen wij niet? Ik denk dat dat een hele goede lijn zou zijn naar de toekomst toe ook. Want waar we dus mee te maken hebben, ik loop natuurlijk net als u nog ermee, is dat we geleidelijk aan de bekende mantra politiek en sport heeft niks met elkaar te maken, dat we die echt voorbij zijn. Politiek en sport hebben wel met elkaar te maken. Dat brengt met zich mee dat je dus gewoon ook dat soort dingen moet beoordelen alvorens je een land een groot toernooi toe. Toewenst. Juist, dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden, om u even te onderbreken, dat in volgende gevallen, als er weer een plek wordt aangewezen in een land waar wij veel kritiek op hebben, bijvoorbeeld over de mensenrechten situatie, dat de westerse wereld eerder moet zeggen, dan komen wij niet. Met andere woorden, dan boycotten wij zo'n plek. Nou, ik denk dat daaraan vooraf zou gaan, simpelweg, duidelijke gemeenschappelijke actie, ja, om ervoor te zorgen dat zo'n land dan niet wordt uitverkoren om dat toernooi te organiseren. Ja. Op het moment dat zo'n land het binnenkrijgt, dan ben je alweer een stap te ver. Dus de politiek moet zich gewoon voortaan in het voorportaal van het aanwijzen van zo'n toernooi bemoeien met de plek? Ik denk het wel. En daar speelt natuurlijk ook in mee dat als je gaat kijken naar de samenstelling van de organiserende comité's enzovoort, dat dan altijd daar wel ook mensen vanuit jouw land een rol spelen. Ja. En het gaat vooral bij dit soort dingen altijd om vroeg erbij zijn en heel vroeg de signalen laten uitgaan dat er consequenties zouden kunnen zijn wanneer een toernooi aan een land zou worden toegewezen dat er voor wat ons betreft niet in aanmerking zou kunnen komen. Ja. En vergeet niet, als ik dat eraan mag toevoegen, ja, als ik nou kijk naar de situatie die we nu tussen Oekraïne en Rusland hebben. Ja. Stel je nou eens voor dat een of andere sportbond het in zijn hoofd zou halen om toch nu een wereldtoernooi aan Rusland toe te kennen. Ja. Dan zou het best kunnen zijn dat in de vergadering waar dat wordt besloten met elk land één stem, ja, dat dan bijvoorbeeld de Russen zoveel stemmen zouden halen nog vanuit Afrika en misschien ook uit Latijns-Amerika, voor je het weet, dat toernooi wel in Moskou terecht zou komen. Ja. Nou, dan zit je natuurlijk helemaal dan ben je helemaal op tilt. En ik denk dat in zo'n volstrekt fictieve situatie, ja, er onmiddellijk de mededeling zou komen: wij, ja, komen niet. Hè? Stel, ja, je voor. Ja. Overigens werd Qatar aangewezen toen u minister was. Sorry? Overigens werd Qatar aangewezen als plek toen u minister was. Dat was mij niet bekend. En ik neem aan dat op dat moment er nog ook geen aanwijzingen waren dat de ellende die er dus tijdens de opbouw van die stadions is geweest, dat die zich inderdaad zou, ja, voordoen. Ja. Ik heb er geen herinnering aan. Moet ik dan toch even zeggen, al moet ik dat soort woorden volledig vermijden. Maar ik herinner me dat niet. Goed, dan even naar Londen, waar u deels woont, want u hebt daar